Hey jongens van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe episode van de zondagvlog. En ja, inderdaad, het is vandaag inderdaad zondag, dus ik ga vandaag de zondagvlog eens even doen. En ja, ik zei al op Twitter dat er vandaag 4 video's uit zouden komen, maar dat gaat mij niet lukken. Want ik moet schoonmaken, ik moet nog mijn tas en shit allemaal inpakken voor morgen school. Want nou, we mogen beginnen de middelbare scholen weer, dus ja. En eens even kijken, ik moet nog mijn setup dus in principe helemaal schoonmaken. Ik moet nog even, denk ik, de Swiffer Duster over mijn Lego planken heen houden. Dat wil ik sowieso gaan doen in de komende week. Ik denk dat ik dat vandaag deze hele rij met planken doe. En dan ergens woensdag of zo misschien dit dan. En dan volgend weekend doe ik die bovenste. Want wel, het is echt heel veel werk. Want je moet alles eraf halen. Moet je alles schoonmaken. Dan moet je kijken of alles nog in elkaar zit. En dan moet je alles weer terugzetten. Ik ga het ook wat anders maken, denk ik. Misschien ga ik ook nog wat DC Superheroes erop zetten. Misschien nog wat Hobbit Lego. Ik weet het niet. Want ik doe niet zo heel veel meer met Lego. Dus ik wil wel veel Star Wars hier neerzetten. Maar ik heb in mijn kast hier zo heb ik ook nog heel veel DC Superheroes en Marvel Superhero Lego. Kijk, ik heb hier allemaal Batman zo, de Batcave en zo. En hierboven heb ik dan allemaal van die Marvel shit en shit en bam en helemaal bam en zo. Dus ik denk dat ik dat of hier of ergens op deze plank wil gaan zetten. Want nou ja, ik heb wat schepen verkocht de laatste tijd. Dus ik kan wat op gaan schuiven. Dat ik misschien deze plank hier voor superheroes kan gebruiken. Lijkt me wel leuk om te doen. En anders dan doe ik het hier. Maar hier staat al wat het zo en zo. Ja, dit is fanart. Die heeft een vriend van mij gemaakt. Jee, Winnie de Poe. En ik wil zeg maar dit stuk hier zo gebruiken voor mijn schoolboeken. Want wel, hier ga ik huiswerk maken. Ik ga nog een stekkerblok kopen. Zodat ik de lampjes en zo nog maar kan sluiten. Dat ik tenminste wat zie hier s'nachts. Of s'avonds als ik studeren ben dus in principe. Dan moet ik al die films nog even terug doen en naar beneden brengen. En ja, Ted die is gewoon awesome. Maar ja, ik wil dus nog even kijken. Het gaat doen allemaal met de planken en zo. Maar ik moet dus een doekje over mijn hele bureau heen houden, want het is gewoon smeren, allemaal van die kringen en het is gewoon smeren en goren en blah. Dus ik moet dit schoonmaken, mijn Xbox, mijn PVR, mijn schermen, mijn keyboard, want die moet maandag terug naar de mediamarkt, want wel die piept, homa. Ik weet niet of jullie het goed horen, maar het is een heel schriel geluid en dat hoor je verbazingwekkend op de microfoon en daar baal ik enorm van. En wel soms, dan krijg je ook hele rare tekens als je bijvoorbeeld op hoe noemen we dat, de vraagteken en slash knop druk, dan krijg je bijvoorbeeld van die streepjes van die knop daar, dat is super gehandicapt. Maar ik ga dus denk ik een nieuwe kopen, iets van Razer of zo, ik weet het niet. We zullen wel zien hoe het allemaal loopt. Maar daar zien jullie dan de volgende zondag vlog wel wat over. Nou, dan moet ik nog mijn televisie helemaal schoon maken, want die is smerig. Mijn monitoren die zijn heel smerig. En wel, dan moet ik nog uiteindelijk even de Xbox en de plank waar de zooi op staan er even schoonmaken. Misschien kom ik wel niet eens aan toe om dit schoon te maken hier, want ik wil vanmiddag nog wel wat opnemen voor Ronald op Minecraft, Crysis misschien nog wel, Durpsu sowieso. En ja, sorry dat Crysis 3 niet door is gegaan en Ronald op Minecraft ook niet, maar ik heb het dus heel enorm druk met zowel Dualcraft als mijn Minecraft server. Want ik heb dus een Minecraft server, daar komt volgende week zaterdag, aankomende zaterdag in principe, komt daar weer een servertour van. En dan zaterdag daarop komt er een server livestream van Jordi's server en dan weer van mijn server. Het zijn livestreams dus in principe. Iedere zaterdag gaan we op een server livestream, maar het gaat zeg maar om de week. Dus ja, maar goed, ik moet mijn computer ook nog schoonmaken. Daar wil ik wel even wat server dust overheen houden en zo. Dan moet die monitor moet hier nog weg, die dozen moeten hier nog weg. Dan moet ik mijn kabels nog even checken of die allemaal goed vast zitten en zo. Ik wil zeg maar gewoon helemaal goed van staat gaan, dat ik niet meer iets aan een gaming setup hoef te doen. Tot en met de herfstvakantie, want wel, ik heb daar niet echt tijd om alles schoon te maken, dus ik wil dat vandaag allemaal gaan doen. Het scheelt, ik heb al 2 video's vandaag, dit is de derde. Maar ik ga dus mijn Lego denk ik schoonmaken vandaag. Want nou ja, Lego is best nog wel mooi en ik wil het niet laten verloederen. Want nou ja, het is later wel voor geld waard, dus ja, maar goed, dit moet ik nog even schoonmaken. Die de bureau is nog eigenlijk best wel schoon, zie niet echt veel stof op, die lampjes wel, maar Dus even kijken, dan moet ik nog, wat moet ik nog meer doen? Ik moet nog even mijn spellen allemaal even belangstellen. Dit wil ik echt even goed gaan doen. En wel, dat keyboard moet daar weg, want die is in principe stuk. Maar dan moet ik mijn telefoons en mijn MP4 nog even schoonmaken. Ja, dat is mijn telefoon, Samsung Galaxy S4 en een Samsung MP4 dingetje of zo. Oh ja, by the way jongens, in de volgende zondag vlog of bij mijn 1000 abonnees ga ik denk ik mijn gezicht laten zien. Ik weet niet zeker of ik het in de volgende zondag vlog ga doen, want ja, ik zie er vandaag echt crap uit, dus ik ga het vandaag niet doen. Maar ik heb geen webcam, ik ga ook geen webcam kopen op dit moment, want ik heb op dit moment niet echt heel veel geld. Want nou ja, ik moest dus al bij betalen voor het headset, dan moet ik misschien nog een nieuw toetsenbord komen als ik geen garantie heb. Want ik haat dat gebied, dat echt, dat vind ik verschrikkelijk.
Dan moet ik nog wel wat andere dingen allemaal regelen. Ik moet die server per maand betalen. Dus ik heb niet geld om een webcam te kopen op dit moment. Ik heb wel een hele mooie gezien. Alleen, nou, nu nog even niet. Misschien met de kerst of zo. Alleen, nu nog even niet. Ik heb op dit moment even geen geld voor. Dit is 30 euro. Maar als ik die geld weer heb, dan doe ik het wel, denk ik. Maar op dit moment heb ik er gewoon even geen geld voor. Nee, ik... Als ik iets met webcams ga doen, dan ga ik het met X-Split doen. Maar dan kun je die webcam heel makkelijk in beeld doen. Hoef je niet dat audio sync geneuzel te doen. Dus dat moet ik ook niet helemaal uitvigelieren. Dus daar heb ik op dit moment gewoon geen tijd voor. Dus dat moet later allemaal. Maar ja, by the way, dit is de microfoon van mijn headset. Dus ik weet niet of jullie die gezien hadden, maar het is best wel cool. Dan wil ik nog eventjes die lader hier uitmesten. Maar eens kijken wat er allemaal is. Het voor shit. Ik moet nog dit een beetje bekijken. Hè, want nou, ik heb wel zo'n... makker ding, dit is echt wel een pro ding gewoon, dit is echt master, dus misschien heb ik die wel mee, dan heb ik wel potloden en zo. Aha, die heb ik nodig straks. Pennen moet ik nog even bekijken of die het allemaal doen. Gummetjes, oh mijn god, een go-go. Even kijken, wat hebben we nog meer hier, shizzle. Ja, dit hoort op school laten zijn. Ja, vergrootglas, wauw, ik weet niet of ik die had. Hoop mijn shit op plakband, dat moet ik wel even... even, ja, meenemen straks. Hier zit allemaal kabel, shizzle de menissel in, moet ik ook nog allemaal even uitmesten en zo. Doosje van mijn MP4 opladers, aha, jou zag ik al. Onder de lading met kabels. En dat is nog niet eens alles, want ik heb hier nog een hele doos met kabels. Bij de kruiken, zo, lekker kruikje s'nachts, altijd lekker. Dan heb je hier zo'n doos. Kijk jongen, echt gewoon... verschrikkelijk gewoon, even kijken. Dan hebben we hier dus... oeh, een doos met een kabel. Kijk wat shit heet. DVI. HDMI's. Analoog. Wat is dit dan? Een kaart. Oh mijn god, Xbox kabel. Wie shit nog. Wat is dit? Dit is een ACN. Ik weet niet wat ik allemaal voor shit heb. We hebben allemaal hier heel veel rotzooi. By the way, dit is mijn nieuwe achtergrond. Echt super cool. Wacht even, zo. Zo, dit is een super coole achtergrond. Ik heb deze van Nova Skin of zo. Ik zal eens even kijken hoe heet dit ding. Zo, ja, lekker uploaden. Even kijken. Wat staat het? Nova Skin. Ja, Nova Skin. Dan kun je wallpapers maken en zo. En nou ja, we hebben. Even kijken. We hebben Joran, Jordi, nou ik en ja Tim. Maar Tim moet even een fatsoenlijke skin gaan nemen. Want hij neemt 101 skins. En dan moet ik steeds mijn achtergrond aanpassen. Maar hij heeft er nou in, denk ik. Dus. Ja, ik vond die eigenlijk wel episch. Maar, ja. Oh my god. Ik denk dat ik in de herfstvakantie iets ga doen met mijn, ja, setup shizzle. Sowieso komt daar 1 januari een nieuw setup. Dat is nou best wel logisch in principe. Maar, ik weet niet of ik het nou al zeg. Het is nog lang geen december, maar in ieder geval, of januari. Maar als jullie willen dat ik over alles wat hier is ja, ga vertellen. En als jullie echt heel graag willen dat ik ga vertellen hoe je een professioneel YouTube kanaal moet... ja, moet doen. Laat het dan achter in de comments. En misschien komt er wel iedere zaterdag zo'n episode uit. Dat weet ik niet. Als jullie het echt heel graag willen, dan moeten jullie even de video liken. En dan moeten jullie even het achterlaten in de comments. En ja, dan ga ik dus vertellen over de recording software, editing software. Ga ik tutorials over doen. Ik ga jullie alles uitleggen over de microfoon, over headsets, waarom je die nodig hebt. PVR, Xbox. Ook als je bijvoorbeeld een PlayStation hebt in plaats van een Xbox. Daar werkt PVR ook mee trouwens. Muizen, gaming toetsenbord en al die shizzle, computers, ik kan jullie heel veel vertellen over computers, dus als jullie dat allemaal willen, dan laat het achter in de comments en dan, ja, dan komt er misschien wel aankomende zaterdag een nieuwe episode van ja, How to be a professional YouTuber ofzo. Ik moet kijken hoe ik het allemaal doe. Eens even kijken, dan moet ik denk ik nog misschien die poses weghalen, ik weet het niet. Maar ik vind het een beetje rommelig. Maar goed, ik ga denk ik hierbij laten jongens, want wel, ik heb mijn statement wel even gemaakt wat ik vandaag en... ja, misschien na komende week wil doen. Ik wil dus opruimen, heel veel opruimen. Die Lego, dat kan allemaal even wachten. Maar ik wil sowieso mijn bureau en monitoren en microfoontjes. Want de popfilter is echt gewoon goor. Dat moet gewoon even schoongemaakt. En ja. Maar goed, laat even een like achter. Abonneer nog even. Ik heb bijna de 1000 abonnees. Oh, eindelijk. En ja, aankomende zaterdag komt er dus een server livestream op mijn kanaal, dus hou dat even in de gaten. Check mijn Twitter ook even jongens en mijn Instagram, want ik post op Instagram altijd mijn foto's. En op Twitter altijd mijn ja, YouTube shizzle en zo. En het is echt leuk, volg me gewoon even, maak een account aan, volg me gewoon. En
Ja, want dan weet ik dat je mijn tweets checkt. Want nou ja, je ziet hoeveel video's die daar komen. Wat voor video's die daar komen. Als je in de preview wilt, volg me daarop. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Abonneer nog even op Dit is een Gaming kanaal. Super toffe mango jongen. En wel, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.